in augustus op je to-binge-lijstje. Seizoen 6 van Power, waarin Angela haar eigen team heeft samengesteld met enkele verrassende nieuwe bondgenoten. Een killer, Edgy. Een killer. You will. There is wickedness about. Blood in your eyes will trick you to walk into madness. I warned you to turn aside from the infections at Jamestown. Rebellie, wraak en levensgevaarlijke beslissingen. Kortom, een kolonie in rep en roer in het derde seizoen van Jamestown. Na het verlies van Coulson staat het team voor een pak nieuwe uitdagingen om de toekomst van de aarde zeker te stellen. We can save other lives. And that's what we're gonna do. The person that is in there is not the man that you loved. Het eerste seizoen eindigde met een serieus bommetje. It's my fucking company. You're running it into the ground. Do you want to hit me? Give it your best shot. We're friends. I can trust you, right? No. You lack killer instinct. You're wet. You're green. Hey, that's enough. Everything I've done in my life, I've done for my children. Do you believe your father? No. Oh, fuck off. The family. Zal de familie Roy terug recht krabbelen in het tweede seizoen van Succession? Nog meer familieperikelen in The Righteous Gemstones. Stop the hate and celebrate what the Lord has given us. My great apostle returns. Een nieuwe tv-serie over een wereldberoemde tv-evangelist en zijn gezin, die een lange traditie van afwijkend gedrag en hebzucht met zich meeslepen. With everything I got going on, you can't be the bigger man. Looks like I am the bigger man. En in de seizoensfinale van het vierde seizoen zagen we hoe Spencer zijn gevecht een versnelling hoger schakelde. Do you have any idea how fucked up you are? En hoe Ricky zijn comeback in gevaar bracht. I'm your motherfucking dealer, you piece of shit. We zijn dan ook razend benieuwd naar het vervolg in het vijfde seizoen van Ballers. Vaste waarden en nieuwe serielekkers. Mis het niet in augustus.